voor paparazzi. Jan, die gaat de straat op, valt mensen lastig. Kinderachtige plagerijtjes. Jan, wat is het deze week geweest? Ja, ik ben de straat opgegaan, Robert, je zegt het heel mooi. En ik ben naar een winkelcentrum gegaan. Daar heb ik mensen eens geïnterviewd, gevraagd naar onder andere de kredietcrisis. Natuurlijk. Want mensen hebben net boodschappen gedaan. Wat voor boodschappen kopen ze dan? Stem van de straat. Stem van de straat, heel belangrijk, anno 2009. Maar die dag had ik zelf niet gegeten, Robert. Ja, je had niet gegeten. Ik had een beetje honger. Dat was een hele bijzondere dag, was dat ook. Ja, ik ging mensen ondervragen eigenlijk met een lege maag. Ach, dat moet je nooit doen. Paparazzi! Wat heeft u gekocht als ik vragen mag? Aardbeien, groenten, aardappels. Wat zit er in die tas? Aardbeien. Ja, aardbeien. Leuk hè, lekker hè. Oh, ja. Maar wat merkt u zelf van de recessie? Nee, ja, ik heb toen nog niet erg in eigenlijk. U blijft gewoon alles kopen wat u altijd opkomt? Ja. En nu staan nu mijn aardbeien op te eten. Kijk. Ten aanzien van aardbeien? Ja, ik eet gewoon een doosje van 2,25 leeg nu. Nee? Nee, want ik heb een heel voor thuis. Oh ja. Ben je van ook gekocht, zie ik? Nee, dat is heel weinig. Ja? Maar ik heb thuis snel 76 potjes met groen staan. Ja? Want als het in de voordeel van is. Ik kan er helemaal tegen. Ja, natuurlijk. U koopt zelf niks. Krijg nou wat, zeg. U koopt zelf geen andere producten dan voor de recessie? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het maakt je ook niet uit wat het kost in principe? Ja, dat wel. Ik let wel op de prijs. Ja? Absoluut. Ja. Merkt toch wel in de portemonnee iets van een recessie? Of? Wat is dit nou weer? Schandalig. Ik zeg dat ik het niet vergeten over. Schandalig. Schandalig. Foei.